Ik wil het wel nelen gewoon. Ik wil gewoon dat mensen denken van oké, dit is top gedaan. Ik snap de emotie ook gewoon. Leuk dat je kijkt naar The Passion Backstage. We zijn op een manege in Zeist, waar Keizer samen met regisseur David Griefhorst zijn spectaculaire solo doorloopt. We zijn er, beste mensen, de manege. En hier gaat het gebeuren, de scène van Judas. Heel tof, want we zijn het hele pand nu rondom aan het uitlichten. Judas die heeft zich teruggetrokken dit jaar in een omgeving die heel erg past bij Zeist. Een mooie manege in de bossen. En in silhouetten met paarden en met rook, etc. gaat hij een heel waanzinnig nummer zingen. En dat zijn we vanavond aan het repeteren. Het liedje In The End, een lekkere solo. En ik hoop dat ik een beetje kan focussen. Want we gaan een klein stukje lopen en daar wat dramatische dingetjes doen. Dus ik hoop dat het allemaal in orde komt. Dus hier start ik en dan een beetje rappen. Je kent het wel. Hep, 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 hep. Daar gaan we ook drones bij gebruiken. Dus die drones gaan ook binnen hier vliegen. Nou, dat is best een beetje een gedetailleerd werkje. Dus dat moet even een aantal keer goed gezet worden. Wij vliegen FPV drones. Dat houdt in first person view. Daar staat het voor. En dat betekent dat je met een bril op vliegt. En dan zie je vanuit de drone wat de drone ziet. En zo kan je hele dynamische beelden maken. Je kan door benen heen, door kleine gaatjes heen. Allemaal omdat je het zo goed ziet, omdat je in de bril zit. Zolang die niet in mijn rasta vliegt, zijn we gewoon in orde, weet je. Het is een drone. Als hij me aanraakt, moet er betaald worden ergens. Het enige wat ik bij mezelf denk is van dit moet er gewoon tof uitzien later. Dat weet ik 100% zeker. Vrijdag hebben wij al een eerste test gedaan. Dus het bedrijf van de drones is hier al geweest om te testen met die paarden. En we hebben gewoon gemerkt dat die paarden echt niet op of omkijken. Die hebben het idee dat er een vlieg langskomt en die kijken onverstoorbaar. Kijken ze gewoon lekker in hun voederbak. Dus die vinden het allemaal prima. En daarna komt de tweede first. Tweede first gaan we weg. Loop even met me mee. Gaan we die kant op. Het ruikt ook heerlijk hier trouwens. Hier kom ik gewoon lekker staan, gewoon van bla 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 bla. En alles zit me dwars van je, Jezus en zo. En dan ga ik vanaf hier weg en dan komt weer het refrein. Keizer gaat het fantastisch doen. Echt, die is natuurlijk wel echt een heel mooi contrast met alle andere artiesten die we tot nu toe hebben gehad. Hij is echt een rapper in hart en nieren. En dat laat hij ook heel duidelijk merken in zijn muziek. Dus dat vind ik wel tof. Dat we echt ook daarbij weer het Nederlandse songboek, de Nederlandse popmuziek, wel op alle fronten gedekt hebben. Dus ik ben heel blij dat we hem hebben dit jaar. En daarna wordt het even allemaal een beetje minimaler. Weet je, dus dan ga ik hier echt nadenkend staan. En daarna ben ik zit nog te kijken hoe ik ga draaien. Ga ik hier weg of ga ik een mooie draai maken zo? En dan hier stoppen en dat op vuur van jou. Ga ik hier naartoe? Ging zo ver en na ta 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 na na. En dan heb ik zin om hier een rondje te lopen. Zo pap, kom ik deze kant weer uit. Ik ging de zadels checken aan die kant of wat dan ook. En dan komt het moment suprême. En dan stopt het met ik ben niet meer te redden. Dat wil ik even duidelijk maken daar. 1, 2, 3. En daar gaan we. En daarna misschien nog eventjes een teruglook. En dan zegt hij, cut! Dat is een rap, Keizer. Dat is een rap. Kijk, hier mag ik binnen. Ja, top. Tja, en hoe gaat het nummer In The End dan uiteindelijk klinken? We mogen je alvast een klein stukje laten horen. Ik hield alles diep verborgen, want hoe ik ook probeerde men het waar om mijn zorg. Want dit was voor mij zal het eindelijk altijd. Er zit gewoon heel veel woorden in. En ik moet al die woorden in mijn hoofd proppen. Maar ik wil het wel nelen gewoon. Ik wil gewoon dat mensen denken van oké, dit is top gedaan. Ik snap de emotie ook gewoon. De stem klopt ook gewoon. Dit is een topprestatie. Het ging zo ver en het volg zo hard. Tot het eind, nu kan ik niet meer verder. Geloof niet meer in wat ik dacht. Het is te laat, ik ben niet meer te redden. Nou, zoals je ziet, belooft dit wat te worden. En ik raad jullie aan om de Passion te kijken. Gewoon 28 maart, vergeet het niet. En het wordt gewoon top. Het wordt allemaal top. Ik geloof erin. Ik geloof in jou.